Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Ik ben Zelda Play 20, maar dat wisten jullie al. Dus, ik ben er weer! In de vorige aflevering hebben we een van de moeilijkste secret endings gehaald. Vind ik persoonlijk. En in deze aflevering gaan we naar level 2.5 en 2.6. Dus, en waarschijnlijk nog een ander level. Laten we beginnen met 2.5. 2.5 is ook weer ons standaard level waar we gewoon 3 golden coins moeten gaan halen en maken tot we het level uitkomen. Dus, en onze introducties van, Pokies! Hallo, Pokey. Pokies, die veranderen hier op een of andere vage manier in, Leaf Pokies, zou ik ze maar noemen. En, ja, sommige. En als ze dat doen, kun je ze in één keer opvreten en dan krijg je een leven uit in dit geval. Oh ja, dat is leuk. Dus, leuk detail, leuk om te weten. En hier hebben we ook de introductie van Lakitu. En als je Lakitu... Oh boy. Als je Lakitu gaat kietelen, als je Lakitu opvreet, dan kun je dus zeg maar zo'n wolkje jatten en zo kun je dus zeg maar terechtkomen in heel veel secret passageways. Zo hebben we hier bijvoorbeeld een extra leven. En zo kom je dus zeg maar ook terecht bij starcoins die verborgen zitten en wat niet al. Deze hier, die is heel erg secret verborgen. Kan ik hier op... Hoe gaan we dit aan? Oh zo, oké. Deze is heel erg secret verborgen, want hier moet je naar beneden springen. Heel erg lastig, lastig niet echt. Moeilijk verborgen, ja. We kunnen die vuurballen terugschieten. Ken ik? Ik heb ze gewoon tegen jullie aangegeten. Dat vind ik leuker. En hierboven, daar zagen we dus zeg maar al onze starcoin. Hartstikke leuk om te weten. Nou, ik moet zeggen, dit is de starcoin die ik echt... Ik heb de level zo vaak over en over gedaan dat ik die starcoin gewoon niet kon vinden. Echt heel erg goed verborgen. Eerlijk is eerlijk. Oh, dat wou ik niet doen. Yoshi, ik heb je nodig. Dus niet in de. Oké, nou, Lakitu. Jou hebben we ook weer nodig. Dat wolkje is niet oneindig, dus op het moment dat je het wolkje hebt... Ja, sorry Yoshi, wolkje gaat voor. Ah, iedereen die gaat me nou zo enorm haat, omdat ik je net... Daarboven zit hij. Oh boy. Nou, Yoshi is hier naar beneden gevallen, ben ik bang. Misschien ken ik hier nog ergens een extra Yoshi. Kijk eens aan, nou hebben we een gele Yoshi. Gezellig toch? Lakitu, ik heb je even nodig, want we weten waar de laatste starcoin zit. Dus zonder enig oponthoud, zo snel mogelijk. Want dat wolkje, dat blijft niet lang. Oh, eventjes trouwens een leuk fun factje. Dat vind ik wel fijn om eventjes hier te kunnen vertellen. Als je hier zeg maar met 2 of meer spelers zit en je doet hier een super crown pound. Dag Yoshi. Dan kun je dus zeg maar hier het voor elkaar krijgen om ik weet niet hoeveel extra levens te krijgen. Nou Yoshi, nou hoop ik niet dat je gelijk doorvalt. Dank je. Want anders krijg ik weet niet hoeveel Yoshi-liefhebbers van hoe durf je dat tegen Yoshi te doen. En daar hebben we natuurlijk allemaal geen zin in. Nog een fun fact, je kunt niet walljumpen met Yoshi. Dus mocht je dat proberen, nee dat werkt helaas niet. Maar ja, probeer daar dus een super ground pound te doen. Super ground pound doe je door dus met iedereen tegelijkertijd te ground pounden. En op zo'n manier krijg je dus zeg maar, je... Verander eens even. Yep. Ah, het eitje telt niet. Wat jammer nou. Maar ja, we hebben toch een leven van de vlag. Maar ja, een super ground pound en een ground poundje met z'n allen tegelijkertijd krijg je super ground pound en alle vijanden die versla je daarmee. En met zoveel... Volgens mij moesten ze daarvoor allemaal bevroren zijn. Dus zorg ervoor dat er eentje een ijsflower heeft. Maar dan kun je dus in één keer een ton van levens binnenkrijgen. Dus zeker handig om te weten. In plaats van gelijk naar het sterrenhuisje te gaan, gaan we eerst naar wereld 2.6. Let op, hier zit de secret ending. Kan niet vaak genoeg zeggen. Deze die heeft multiple endings gebeuren. Dus dit is weer een level die we 2 keer mogen zien. Als ik me niet vergis is deze niet zo moeilijk te vinden, deze secret ending. Dus, maar dit is wel een chaotisch level als je dit met multiplayer speelt. Ik bedoel, ik heb dit 1 keertje met multiplayer gespeeld. Ik wil niet weten hoe vaak dat het fout ging. En ik heb dit ding nodig. Voor de eerste starcoin. Dus ja, dit is niet echt een autoscrolling level. Maar ja, je hebt wel het main platform nodig om dus zeg maar te overleven.
Dus ik raad aan om elkaar de ruimte te geven en goed eventjes in de gaten te houden wanneer dat je hier dus zeg maar wil springen en wanneer dat je dus zeg maar hier voorzichtig wil zijn. We hebben hier een warpipe. Ik weet niet of deze warpipe al gelijk voor de secret ending is. Ik denk het niet. Aangezien dat we nog een checkpoint hebben gehad of iets. Het enige wat ik wel weet is dat als je hier op ground pound je extra distance maakt, dat je hier de tweede coin vindt. Dit is niet voor de secret ending. Oké, gelukkig maar. Goed, nou, verder met het level. Snel door het spel. Oké, zit hier dan ergens? Goed zo, Zelda player. Laten we gelijk geraakt worden door het eerste wat we zien. Ken ik hier een... Dat was slim. Oké, daar zat dus helemaal niks. Sorry voor die... Fout. Dat was niet de bedoeling. Maar goed, we hebben daar dus een extra leven en we zijn dus zeg maar weer terug waar dat we waren. Zoals jullie al hebben gezien, in deze Let's Play is het precies hetzelfde als altijd. Op het moment dat we dus een faal krijgen, faals worden te... die krijgen we allemaal te zien. Alle faals die zeg maar gebeuren in de Let's Play, die zullen gewoon getoond worden. En we knippen gewoon dan weer naar voren toe op het punt waar dat we zijn gebleven. En deze beesten die komen eigenlijk rechtstreeks uit Mario 3. Dus voor de mensen die dat niet wisten, bij deze... Maar ja, de oorspronkelijke plek zeg maar, waar dat deze vijanden zeg maar, vandaan zijn gekomen, dat is dus echt van Mario 3 af. Dus daar komen ze eigenlijk vandaan. Altijd leuk om te weten, zeg maar, de oorsprong waar dat die dingen precies zitten. En nou weten we dat. Oké, nou, dude, ik vind jou nogal irritant en eng. Je schiet vuurbal op mij en als je daar geen vuurballen meer hebt, ga je proberen te exploderen. En dat is helemaal niet prettig en ik zag daar de rode... Hier, daar gaat hij proberen. Hier, nou, ik vind dit gewoon niet gek. Maar ik zag dat dus zeg maar net een rode warpipe. Die zit daar. En die willen we eventjes in gedachten houden tot die daar zit. En daar hebben we dat ding voor nodig. Oh boy. Dit wordt nogal... Volgens mij is dit voor de secret ending. Ik weet het zeker. En... Blokje hier, blokje hier. Rode vlag. En wegwezen hier. Secret ending. Alsjeblieft. Weten jullie ook weer waar dat zit? Oké, nou, we zitten al op 80 leven, zeg. Dat gaat snel. Ik zie jullie weer in een seconde. Ik moet weer heel het level doorlopen. Aangezien dat we nog de normal ending moeten hebben. Maar vergeet niet, ons doel is om 5 sterren voor elkaar te krijgen. Dus ik ben terug in 1 seconde. Oké, terug bij de rode warpipe die daar dus boven zit. Als we dus hier naartoe gaan, echt serieus. Secret ending op het einde van de stage. Lol. Maar ja, hier zit dus zeg maar de extra vlag. Of ja, de extra vlag, de normale vlag. En ja, nou hebben we dat ook gehaald. Yay! Mario time! En ja, ik heb er weer een leven bij, dus leuk. Ja. Goed. De secret ending van deze, ik geloof dat het me naar World 5 warpt of zo, maar ja, sowieso zoals ik al zei, de warps, daar zijn we hier nou niet voor. We zijn hier echt specifiek alleen maar voor alles 100% te completen. En hier hebben we weer een secret microboss, dat we weer zeg maar de dooddinges moeten halen. Nogmaals, heel erg makkelijk als je hier gewoon een super ground pound doet, want dan kun je namelijk gewoon alles zeg maar doen zonder dat je... vijanden erin heb zitten en ik word hier geraakt op een domme manier. Mijn excuses daarvoor. En ik ben weer vergeten om te kijken hoeveel paddenstoelen dat we hadden. Dus ik weet nou nog steeds niet of je hier nou 3 paddenstoelen of 1 paddenstoel voor krijgt. Maar ik zal mijn best doen om dat te ontcijferen. Misschien zelfs nog in deze aflevering, wie weet. Oké, nou, ik ga eens heel even kijken. We hebben 7 paddenstoelen op dit moment. Hey! Call it. Mooi. We hebben er 7. We gaan gewoon kijken. Is het dezelfde? Nee, het is een andere layout. Oorspronkelijke Mario 3 muziek. Oh. En mijn telefoon die gaat af met fanmail, want jullie geven leuke reacties. Ja, dat is zeker niet irritant. Dat is superleuk, ja, die leek. Ik leef toch altijd met jullie mee. Weet ik veel wat ik zing, ik weet niet. Oké, we hadden er 7. Ik ben benieuwd. Oké, je krijgt er echt 3. Wow. Nou, dat is een makkelijkere manier om een paddenstoelen te farmen dan... Serieus, Mario's is een echte schroomnatic. Oké, nou, we pakken dus gelijk deze ster er heel eventjes bij. I found this rare item for you. The
Dat doe ik goed. Nee. Ik bedoel, een ster is niet echt handig om dat te hebben in, zeg maar, in het algemeen. Wat een ster praktisch doet, is je begint met een Starman. Het duurt eventjes en that's it. Je bent er weer klaar mee. Dus letterlijk en figuurlijk. Ik vind het zelf vind ik het persoonlijk niet echt handig. Dus, maar ja, dat is mijn mening. Oké, we hebben hier dus zeg maar dat we een sidescrolling hebben. En we zien dat de eerste starcoin die we niet kunnen pakken. Wat we daarvoor moeten doen is, ik geloof dat we dan de verkeerde moeten pakken. En ik geloof dat dat de middelste was en niet de bovenste. Of het was wel de bovenste, dat weet ik niet. Dus we moeten de verkeerde pakken. Pak ik de goede per ongeluk. Kunnen we dus niet alle O. Volgens mij moeten we de bovenste pakken. Laten we niet de muntjes pakken. Ik pak de goeie. Great. Dat betekent maar één ding. Failure! Goed, laten we nou maar niet dan zeg maar een dombo zijn en gewoon de muntjes volgen. Dat geluidje wat je dus net hoorde, voordat ik dus zeg maar mijn eigen suicide FD. Dat was dus het indicatje dat we dus de goede hadden. En nu... wil zeggen dat we de verkeerde hebben, dan beginnen we weer in het begin van het stage. Maar omdat we nou... Zo. Omdat we nou dus hoog staan, konden we dus nou wel bij die starcoin. Oké, dus nou moeten we de bovenste pakken. Ik haat sidescroll. Ja. De echte elementen die ik haal bij Mario games, dat zijn dus sidescrollers, waterlevels, darkness levels... En voor de rest valt het allemaal nog mee. Dus, oké, we pakken de bovenste. Kom op. Mag wel wat sneller. Waarom hebben we een tijdslimiet dat dit toch een sidescroller is? Ik loop door mijn score heen. Oké. Nou, de onderste, zeg maar, dat lijkt dan, zeg maar, dat de volgende goeie zou zijn. Maar dat is dus niet het geval. Dat is dus, zeg maar, voor muntjes. Dus dan weten jullie dat ook gelijk. Dus ik geloof dat degene... Is dat een secret? Moeten we nou wel de onderste hebben? Moest het nou de middelste zijn? Ik ga voor de middelste. Nee, middelste is fout. Dus komen we weer automatisch hieruit. Ah, vervelend hoor. Is het dan toch de onderste omdat ze daar zoveel muntjes geven? Of is het zeg maar heel erg tricky dicky wie toch stiekem de bovenste die ze gegooid hebben? Nou ja, weet je wat? We volgen gewoon zeg maar de onderste. Want we hebben... Ik ga er echt niet vanuit dat ze twee keer dezelfde doen. Echt serieus. Het zou nogal flame zijn. Dus we wachten. We hebben al twee van de drie muntjes. Dus ik neem aan dat het level niet zo lang meer zou zijn. Dus ja, klikling. Oké. P-switch. Pak hem. Muntja. Oké, ik moet hier zo snel mogelijk vanaf. Want deze blokken die veranderen weer een muntje. Oh. Ik denk dat dit de goeie is. Ik neem aan dat dit de goeie is. Omdat die afgesloten was. En? Hoor niks. Ja! Goed zo. Kunnen we nou naar de final boss? Want echt serieus. Ik wil naar de final boss. Oké, muntje daar. Power-up hier, voor de mensen die het willen weten. En boss time. Nou, ik hoop dat ik je naam de hele tijd goed zeg, Morty. Wij rennen op je af. Hallo. Kamek! Waarom ken ik altijd weer lopen te klooien? Oké, wat verandert er? Ik zie niks veranderen. Oh, warpipes. Oké, dus hij komt automatisch uit één warpipe gevallen. Doet zijn ground pounding. En jij moet ervoor zorgen, zeg maar, dat jij dus, zeg maar, hem ontwijkt. In de lucht bent als hij zijn ground pounding doet. En je kunt dat ook doen. Dit is ook leuk. Jij kan me niet pakken. Jij kan me niet pakken. Oké. Maar en... Ah, jammer. Dat zou wel mooi zijn geweest. Oké, dan komt hij daar. En we springen op zijn hoofd en hij is klaar. Hey! Jouw boss battle is waardeloos. Ik pak een waardeloze sleutel. Alles is waardeloos. Number one! Nogal. Ik bedoel, je kunt ook zeggen dat ik nummer 2 ben. Kun je ook altijd proberen. Dus de poort gaat open met een lach. Wat leuk. En daar staat Bowser Jr. weer. Trekt een gek gezicht naar ons, springt op zijn schip.
En gaat er weer vandoor. Dit gaan we nogal vaak zien, ben ik bang. Maar als ik me niet vergis... Als ik me niet vergis... You got all the Tower Coins in World 2! Yay! Nou, als ik me niet vergis is... Ik zeg wel heel erg vaak als ik me niet vergis... IJswereld! Oké, dat is niet dezelfde formule als in Mario 3, maar... We zitten al in de ijswereld. Wat eigenlijk in Mario 3 wereld is dus. Maar dat maakt niet uit. Ik denk dat ik het bewaar voor de maandag weer. Want we hebben best wel veel progress gehaald. Dus morgen weer gaan we weer verder met de hardcore serie van Minecraft. En ik hoop jullie daar natuurlijk allemaal weer te zien. Dat we met ons zevenen verder gaan. Heb je de serie nog niet gezien? De afspeellijst kun je natuurlijk alles vinden. Dus... Ik dank jullie allemaal voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Die knop die is leuk. Want hij heet ook like. Weet ik veel. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de hardcore serie. Dus tot dan. Doei!